Dag, welkom namens de Academie voor de Rechtspraktijk. Welkom bij dit live webinar over Facebook, privacy, rechtszaken. Alle ins en outs gaan we bespreken. We zijn met de Academie vandaag te gast bij de Roos Advocaten in Amsterdam. Amsterdam Noord om precies te zijn. Twee gasten aan tafel met wie we gaan praten. Ik begin gelijk rechts van mij, Annemarie Bloemen, welkom. Jij bent advocaat bij de Roos Advocaten. En Eliette Vaal, jij bent advocaat bij de Data Lawyers. En dat zit in Rotterdam en in Amsterdam, heb ik me laten vertellen. Annemarie, heel kort even met jou beginnen. Privacy, in de meest brede zin van het woord. Of wat is een beetje de specialisatie voor jou? Ik denk in de meest brede zin van het woord, want je kan niet in een koker naar privacy kijken, want dan kijk je naar één verwerking of één partij. En zoals de zaak maar weer laat zien vandaag, dat kan nog niet. Er zijn vaak veel verwerkingen, veel gegevens. Iedereen kan tegenwoordig alles verwerken, slaat alles op, maakt overal videobeelden van deze drie camera's. Nee, je kan niet in een silo. Misschien als je kijkt, dus wij werken voor commerciële partijen, maar ook voor gemeentes. Dus als dat ook nog wat inzicht geeft. We werken veel voor jonge bedrijven, start-up, scale-up, waar nog veel te veranderen is. Privacy by design. Ook voor klagende partijen die bijvoorbeeld zeggen, ik denk dat mijn privacy is geschonden. Nee, dus niet. Het is veel aan de bedrijven. Het is veel aan de creërende kant, om het positief te zeggen. Ja. Okay. Ja. Eliette, jij bent dus advocaat bij de Data Lawyers. Wat is dat voor advocatenkantoor? Ja, wij zijn eigenlijk het nieuwste niche-kantoor, boutique-kantoor op het gebied van datarecht. Wij zeggen ook, privacy is te beperkt. Het is echt alles wat te maken heeft met data en het recht. En daar helpen wij onze cliënten bij. En de cliënten, dat is ook heel breed. Verschillende sectoren. Echt een super specialist op het gebied van privacyrecht. Ik begrijp dat jij ook regelmatig als data protection officer adviezen geeft, of was ik dat verkeerd? Ja, als kantoor treden we ook op als data protection officer, maar we doseren ook. We doen allerlei zaken, maar vooral, we zijn advocaat voor cliënten. Dat is wat we doen. Helder. Een paar huishoudelijke mededelingen voor de mensen die kijken. Het wordt uitgezonden in het kader van Legal Flix van de Academie. Als u live kijkt, dan betekent het dat het nu donderdag 30 maart is, 's middags om 4:30. Dat betekent dat u vragen kunt stellen. Die vragen leg ik dan voor aan de twee dames. Als het een ander tijdstip is, zondagavond, dinsdagnacht, dan kunt u wel kijken. Maar dan heeft u op het knopje terugkijken geklikt en dan kunt u geen vragen meer stellen. Dus dat lijkt me erg voor de hand liggend. Facebook, rechtszaken, privacy en dan vooral aan de hand van een recente uitspraak die is gedaan. Wie van jullie twee mag het woord geven om kort te schetsen waar dit over gaat? Ja, het is een zaak waarin, het is een collectieve massaclaimzaak onder het oude collectieve massaclaimrecht, waarin dus een stichting optreedt voor belangen van consumenten. En daar Facebook aanspreekt op gegevensverwerkingen die zij heeft gedaan in een periode van 10 jaar tijd. En de rechtbank heeft nu geoordeeld dat verwerkingen die gedaan zijn door Facebook, dat die onrechtmatig waren. En dat die dus daarmee zou moeten stoppen. En om welke verwerkingen gaat het dan? Ja, het gaat om het gebruik van gegevens voor advertentiedoeleinden. Dus Facebook heeft eigenlijk haar hele businessmodel ingericht als advertentiemachine, zou je kunnen zeggen. Klanten zijn de consumenten die gebruik maken van het social media platform. Maar het businessmodel is dat ze geld verdienen met advertentieinkomsten. Dus ze verzamelen heel veel gegevens bij partijen, consumenten. En consumenten betalen eigenlijk met hun gegevens om gebruik te maken voor die dienst, zou je kunnen zeggen. Want Facebook is gratis. Klopt. Goeie vraag. Inderdaad. Ook een punt uit de rechtszaak. Ja. Dat misleidend is. Dat je dan denkt dat het gratis is, maar je betaalt eigenlijk met je data. En data heeft economische waarde. Even voor de duidelijkheid. Wat wist Facebook? Wat registreerde Facebook? Heel concreet. Dat weet niemand. Dus we...
Ik geloof dat je ziet bij die Cambridge Analytica-zaak, waar het een en ander boven kwam over de daadwerkelijke praktijk van Facebook, is dat het om 5000 datapunten gaat of zo. Dus dat is dan wel meer dan je naam en je e-mailadres. En dat is je gedrag, je locatie, je bewegingen, hoe lang je naar iets kijkt, ja, waar je op klikt, waar je op doorklikt. Dus dan over hele internet zitten Facebook pixels. Dat houden ze ook weer allemaal bij, wat je daar doet. Dus ja, the sky is the limit. Gewoon heel, heel veel. En dus niet alleen binnen het Facebook platform, maar ook toch bij iedereen. Alle partijen die Facebook button rechtsonder hebben. Of andere diensten van Facebook, waaronder Instagram bijvoorbeeld. Misschien ook wel goed om aan te geven, het onderscheid voor privacyrecht is dat dan van belang is dat het gaat om gewone gegevens en om bijzondere persoonsgegevens. En die bijzondere persoonsgegevens, dat zijn echt gegevens over seksuele voorkeur, medische gegevens, locatiegegevens kunnen dat zijn. En die verzamelden ze ook. En dat is ook de aanleiding geweest van deze zaak. Dat, ja, ik probeer even voor te stellen, praktisch, want hoe dan? Want ik begrijp, je vult dingen in bij Facebook als je op Facebook wil, dus dan hebben ze dat, heb je. Ja. En daarna moet je toch via die cookies toestemming geven. Dus het letterlijke voorbeeld in de uitspraak is geïnteresseerd in zwangerschap. En dan zegt Facebook, ja, dat kan ook een verloskundige zijn. Nee, zegt dan de rechter. A, lijkt me dat ook de kans klein, dat snap ik ook. Maar B, het is ook het recht en de bescherming daaromheen wordt ruim uitgelegd. Dus daar hoef je niet helemaal gaan filosoferen. Is het wel of niet iemand die zwanger is en is dat dan het gevoelige gegeven? Nee, gewoon het hele feit dat jij volgt en gebruikt, is iemand zwanger. Dan verwerk je dus medische gegevens, gevoelige gegevens. Sorry, bijzondere persoonsgegevens. En dus kom je weer bij de juridische vraag, hebben we daarvoor een grondslag? Dat moet zijn expliciete toestemming. Ja, ik ben ermee akkoord dat Facebook mijn gegevens, zoals gezondheid, zwangerschap, religie, seksuele geaardheid, politieke voorkeur, dat ze dat verwerken voor deze en deze doeleinden, zijnde mijn aandacht erbij houden om die aandacht zoveel mogelijk te verkopen. Ja. Weet of heeft Facebook geregistreerd dat dat gekoppeld wordt aan letterlijk de naam Wouter? Of is dat toch op de een of andere manier wel geanonimiseerd? Nou ja. Een geanonimiseerde man eerst. Met een bepaalde voorkeur voor sportschoenen of whatever. Nou ja, wat eigenlijk in de zaak centraal staat, is dat die consumenten die dus gebruik maken van Facebook. En ja, dat zijn heel veel mensen die daarvan gebruik maken en denken, hé, dit is gewoon zo. Facebook is een social media platform en daar verdienen ze ook hun geld mee. Dus maar waar ze dus hun geld mee verdienen is met het verkopen van advertenties. Dus ze verzamelen die persoonsgegevens, die geven ze door aan derden. En die derden kunnen dan adverteren op het platform. En dat is eigenlijk wat de consument doet. En, er is nog een en. Of je geeft aan, Facebook, alsjeblieft, target voor mij dit soort mensen. Dus dan, en dat is een maatschappelijke discussie, ook een juridische discussie, in hoeverre is dan de partij die zegt, target deze groep voor mij, verantwoordelijke, in de zin van de wet, nou, dat kunnen we uitleggen wat dat is, maar ook verantwoordelijk in het algemeen voor het feit dat je dan, die partij laat het dan los verder, maar die weet dat zijn reclames, aanprijzingen, wat dan ook, binnen die targetgroep komt, omdat je dat gewoon, dan kun je gewoon aanklikken bij Facebook. Ja, dat is dus een manier waarop ze die gegevens verkopen. Ja. Dus en dan krijg je zelf geen gegevens als partij, geen idee. Maar je hebt dit gewezen geweldige tool tot je beschikking die dat wel kan. En dan komen we op jouw vraag van, is het anoniem? Maakt niet uit. Dus Nike, laten we zeggen, noem het toevallig even sportschoenenmerk, die krijgt niet geen gegevens. Die krijgt niet Wouter houdt van Nike-schoenen, maar die weet zeker dat mensen zoals Wouter die houden van Nike-schoenen in zijn feed dat krijgt. Ja, en natuurlijk is die feed voor Facebook is een persoonsgegeven, want die heeft precies. Dat één laatste vraag, puur voor mij ook helemaal te krijgen. Ja. Het is dus niet zo dat op basis van de gegevens die Facebook over mij verzamelt, dat ik vervolgens een advertentie te zien krijgt of getarget wordt, waarop staat beste Wouter Körperzoek. Dan is het eerder beste man die een bril draagt en van Nike Sport schoenen houdt en supporter is van Feyenoord. Nee, ze targeten echt jou. Dus maar echt jou. Ja, dus ze weten jouw e-mailadres. Zeg maar, om een voorbeeld te noemen waar we het net over hadden, dat noemen ze dan audiences. Dus
die getarget kunnen worden. Allemaal moeilijke termen hebben ze ervoor in de marketing. Maar stel, ik heb een, ik wil mensen targeten voor de data lawyers. Dan kan ik een lijst met e-mailadressen aan Facebook verstrekken. En die kan dan weer partijen targeten. Maar waar het hier om gaat, is dat dus in deze zaak, wat hier centraal staat, is dat Facebook profielen kan opstellen. En dus heel veel gegevens verzamelt van al die datapunten. Ze verzamelen al die persoonsgegevens zonder dat ze daar dus eigenlijk twee dingen een grondslag voor hebben. Want dat is heel belangrijk in het privacyrecht. Ja. Dat je dus dat is echt de basis van het privacyrecht. Dat zegt de rechter ook. Hè? Dat is fundamenteel. Als ik daar niet voorbij kom, ga ik überhaupt nergens anders over oordelen. Ja, klopt. Dus de hoofdregel is eigenlijk verwerken van persoonsgegevens is verboden, tenzij je een grondslag hebt. En grondslag, wat is de definitie van grondslag? Dat is een setje van mogelijkheden. Waarom je wel gegevens zou mogen verwerken. Okay. Dus het recht op privacy is een grondrecht. Ja. En daar kan inbreuk op worden gemaakt. En alles wat je met persoonsgegevens doet, zou je kunnen zien als een inbreuk. Maar dat mag als je of toestemming hebt, of als er een noodzaak voor is. Ja. En dat heeft de rechter bekeken. Is er toestemming gevraagd? Of was er een noodzaak? En dan die noodzaak, die kan je dus nog juridisch technisch uitleggen als een noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst of noodzaak voor de uitvoering van het gerechtvaardigde bedrijfsbelang van Facebook. Ja. En dat zijn dus de juridisch inhoudelijke punten waar we zo misschien nog verder op in kunnen gaan. Dat is dus één punt, die grondslag. En het tweede punt is de informatieplicht. Dus als jij iets doet met persoonsgegevens en je bent daarvoor de verantwoordelijke, de bewerkingsverantwoordelijke, dan moet je daarover informeren. En je moet precies vertellen wat je ermee doet, waar de mensen terecht kunnen met klachten. Dus als je dus zo'n dienst begint te gebruiken, dan moet je als gebruiker weten waar je aan toe bent. En als je dat niet weet, ja, dan is dat zelfs een oneerlijke handelspraktijk, heeft de rechter gezegd. Kun je mij meenemen langs de juridische redeneringen van de rechter? Volgens mij was dit al vrij helder, maar inderdaad, misschien even voor die informatie. Ja. Dus je moet, dat behandelt de rechter ook als eerste. Jammer van de zaak is dat ze niet, het gaat niet over is Facebook aan zich transparant genoeg. Het gaat alleen over is Facebook transparant genoeg over het doorgeven of het toelaten in tot de data door externe ontwikkelaars. Het was natuurlijk nog fijner geweest als je gewoon had kunnen zeggen, is Facebook überhaupt transparant over wat ze doen? Hè? Wat we hier nu allemaal bespreken, die datapunten. Dat, hè, begrijp, wat, ik denk wat ik jou nu heb verteld, wist je nog niet. Ja. Misschien gebruik je wel Facebook, weet ik niet. Als je dat gebruikt, was je er niet achter gekomen, laat ik het zo zeggen. Dus, hè, dus in het algemeen is het vrij complexe verwerking met wel grote gevolgen. Dus daar kun je heel veel over zeggen. Hebben ze aan transparantiebeginsel gedaan op het algemeen? Nou, dat komt niet aan de orde, maar wel op het gebied van die externe doorgifte naar derde ontwikkelaars. Daar gaan ze op een paar punten, is inderdaad geoordeeld, dat had je niet kunnen weten. En dat is inderdaad, ben je er bedacht op? Ben je niet verrast? He, dat soort zijn hele normale vraagstukken eigenlijk over, als je wil kijken of je transparant bent of niet, begrijpt iemand dit? Hè? Als je weet wat je doet en je leest de privacy notice, zo heet dat dan, begrijp je dan wat er gebeurt? Nou ja, die van Facebook, die was op een gegeven moment 30 pagina's. En dan verwijzen ze in de zaak, verwijzen ze naar een zin ergens op een bladzijde, 3 hoog achter. Dan ben je dus niet transparant. Dus het is, je moet in lagen gaan werken, je moet belangrijke doelen naar boven halen. Je moet mensen gewoon, nou ja, het laten begrijpen, niet laten verrast worden, bedacht erop zijn. Allemaal dat soort termen zegt de rechter ook allemaal. Je moet zeg eens niet wil, moet je dat kunnen zeggen. Je moet weten over welke verwerking, welke waar niet. Controle uitoefenen, klagen. Nou, allemaal. En dat gebeurt dus op grote delen niet. Wat ze ook hadden geprobeerd, de stichting, is om te zeggen, je had ons ook moeten informeren over de doorgifte naar Cambridge Analytica, wat ik net al even zei. En daarom zegt de rechter nou nee, want dat is dan zo'n externe partij geweest die toegang had. Nou ja, daar heb je niet goed over geïnformeerd. Maar het feit dat die externe partij dan weer doorgaf aan Cambridge Analytica, dat is buiten de verwerkingsverantwoordelijkheid van Facebook. Hè? Is dat buiten de verantwoordelijkheid van Facebook? Is een andere vraag, maar het is in ieder geval buiten de verwerkingsverantwoordelijkheid van Facebook. Dus in ieder geval gaan ze op die doorgifte naar externe partijen, gaan ze nat op transparantiebeginsel. Ja.
Ja, je moet echt alles vertellen. Je moet dus vertellen waarom je die gegevens verzamelt, die transparantieverplichting uit de AVG. Waarom verzamel je het? Aan wie stuur je het door? Ja, echt heel breed is dat. Wat betekent dat praktisch dan, op het moment dat dit echt definitief ook een ding dat ze nou over opgaan? Nou, dit is een van de punten die interessant is uit de uitspraak, dus die transparantieverplichting. Maar eigenlijk was dat niet zo'n verrassend punt. We wisten al voor de hand dat dat gewoon net zou worden. Ja, tenminste, ik weet niet of jij daar anders over denkt. Een, maar ik een no-brainer is een woord dat opkomt. Ja, ja dus en wat wel, ze hebben gedurende de jaren hun beleid, zeg maar die transparantieverplichting wel. Ze zijn steeds transparanter geworden, maar niet uit zichzelf. Dat is ook wel goed om te weten. Ja, dus de autoriteit persoonsgegevens die heeft onderzoek gedaan van 2014 tot 2017. Dat is ook de aanleiding geweest van deze zaak. En toen zagen ze dus dat ze Facebook gegevens verzamelde over seksuele voorkeur. Zonder dat iemand dat weet. Bijzonder persoonsgegevens hebben we net gehoord. Ja. Maar ja, dat wist ik niet dat je dat deed vanuit de consument bezien. En toen zijn ze daar dus beter over gaan informeren. Toen heeft de autoriteit geen boete opgelegd. Maar dat is de aanleiding geweest van deze zaak. En waarom dus er nu een vonnis ligt. Eigenlijk nu pas, zou je kunnen zeggen. Want het is niet tot vorige maand. Het gaat om 2020. 10 jaar. Ja. Dus die periode gaat het. Dat is denk ik irrelevant, denk ik, die timing. Waarom? Vind jij niet? Dat wat we nu bespreken geldt nu nog. En er zijn nog veel meer zaken ook die lopen. Ik las ter voorbereiding op deze webinar ook nog even. Dat ken ik, is het totaal aan boetes staat op 900 miljoen inmiddels aan wat ze hebben gekregen in de EU. En ik denk het belangrijkste voor ons is die zaak van 5 januari 2023... waar een hele soap aan vooraf gaat met de Ierse toezichthouder, maar waar het in ieder geval op neerkomt, dat precies hetzelfde. Je hebt geen noodzaak om deze gegevens te verwerken, om de social media gebruiksovereenkomst te sluiten en uit te voeren. Je had toestemming moeten vragen. Ja. Dus dat gaat ook over dit punt. Maar om even terug te komen op jouw vraag, wat zijn nou de juridisch relevante punten? Ja. Dus dat is dat die informatieplicht die Annemarie net heeft besproken. Die grondslag waar ik het dus al over had, daar kan ik nog wel wat meer over vertellen. Want wat een hele discussie is geweest, is dat Facebook heeft dus bij de invoering van de AVG, dat is dus de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de GDPR, beter bekend als de GDPR inderdaad. Ja. Toen heeft Facebook haar beleid eigenlijk gewijzigd. We hebben gezegd, wij gaan die gegevens verwerken op de grondslag noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Dus dat betekent, ik zei al, je moet toestemming hebben of een noodzaak. Dus dan hoeven we helemaal geen toestemming meer te vragen. Dus iedereen staat het al gewoon in de precies, onderdeel van de overeenkomst. Dan zou je dat kunnen. Ja, dus dat. En eigenlijk onder de privacyjuristen, ook in de literatuur, is daar al heel veel over geschreven, gezegd dat de verwachting was dat dat nooit zou gaan vliegen, omdat er bepaalde voorwaarden worden gesteld aan die noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst. Je kan het niet gewoon opschrijven en dan is het zo. Nee, maar eigenlijk wat ze dus zeggen is echt dus onze overeenkomst die we met jou sluiten, is dat we bij jou ook advertenties kunnen plaatsen, voorschotelen. En dat is onderdeel van de overeenkomst. Ja. Noodzakelijk voor het uitvoeren van die leveren van de dienst, klopt, van het sociale media. Ja. Advertenties toestaan. Ja. En wat dus nou de European Data Protection Board heeft gedaan, dat is eigenlijk de groep waar alle autoriteiten persoonsgegevens in zijn verenigd. Die geven soms adviezen over de interpretatie van de AVG. Dus wat is nou noodzaak van de uitvoering van de overeenkomst bij online dienstverlening? En wat die hebben gezegd is dat het zeer strikt moet worden geïnterpreteerd, deze grondslag. Wat dus betekent dat je vaak toestemming zou moeten vragen. Hè? Dat is gelijk het gevolg. Maar iedereen keek naar deze zaak. Wat daarmee zou gebeuren. En dat is de zaak waar Annemarie net naar verwijst. De EDPB heeft zelf dus ook al een boete opgelegd. En gezegd dat
verwerking voor advertentiedoeleinden niet kan worden geschaard onder noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst. Ja. Dus dat toestemming gevraagd moet worden. Wat ook meespeelt is dat je toestemming kan vragen, makkelijk. Super makkelijk. Het is gewoon een online... Je had gewoon... Het is vrij complex, maar je had gewoon kunnen uitleggen wat er nou precies gebeurt. Dus het is... Maar is dat eenmalig of iedere keer dan weer? Ja, dus zolang er niet iets verandert, is dat eenmalig. Ja, er zijn wel discussies over hoe lang is je toestemming geldig. Sommige kan je nog, cookie pop-ups, dus een ander verhaal, maar die komen nog wel eens, weet je wel, iedere 6 maanden of iedere jaar. Ja. Maar de cookies gaan verwijden, dus dat is, daar kunnen we misschien ook nog zo wel eventjes op ingaan. Ja. Hoe dat... Ja, maar wat het dus betekent... Nou, sorry, jij wilde iets zeggen. Nee, maar dat is meer een filosofische gedachte. Dat je merkt dat... Ik denk dat de gemiddelde consument denkt... Ja, dat is ook allemaal heel vervelend dat ze al die dingen van me weten. Ja. Maar vervolgens zich wel doodergeren. En cookies, en enorme lange dingen waar je van alles in nog moet. Dus dat je dubbel gevoel vaak. Nou ja, je krijgt dus een wiens probleem is dat? En wiens verantwoordelijkheid is dat dan? Nou, dan gaan we dus door met de filosofie. Maar om dat op te lossen, zeg maar. Ja, dat AVG biedt daar dus... handvatten voor. Bijvoorbeeld dat transparantiebeginsel en dat grondslagvereisten. Dan zijn we nog niet eens voorbij lid 1, sub 1 van de beginselen van de AVG. Verwerkgegevens met een rechtsgrond, transparant en behoorlijk, in het Engels, fair. Ja. En fair is een beter woord dan behoorlijk, maar goed, dat hangt samen met, begrijp je wat er gebeurt? Expectations, verwachtingen. Dus als je daar letterlijk die drie woorden en dan deze zaak, dan nou goed, dan heb je eigenlijk al een sluitverhaal. Maar het wordt natuurlijk heel mooi ingevuld door de European Data Protection Board, die vrij duidelijk en heel erg met dit soort zaken in het achterhoofd zegt van wat nou en wel niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een online overeenkomst. Ja. En wat daar ook wel interessant nog is aan die uitspraak van de European Data Protection Board, is dat, dat hangt ook wel samen met deze zaak, is dat de Ierse autoriteit persoonsgegevens, wat wel werd gezien als een soepele autoriteit, die dus wat meer door de vingers zag. Hè. Daar zijn namelijk in Dublin alle hoofdkantoren gevestigd. Dus dat is ook wel in het belang van. Ja, en dat willen ze, dus ook politiek speelt dat natuurlijk mee. Dat de AVG bevat een mechanisme over het heette one-stop-shop. Het idee was toen die AVG in werking trad, dat je dus één leidende autoriteit persoonsgegevens hebt als bedrijf voor je grensoverschrijdende verwerkingen. Ja. Dat zou heel handig zijn, want dan zou Facebook dus alleen maar naar Ierland hoeven en dan niet meer naar Nederland of in alle verschillende lidstaten kunnen worden aangesproken. Maar wat je dus ziet is dat, daar valt ook weer heel veel over te zeggen, maar in deze Ierland die heeft dus een beslissing, die had een boete voorbereid. En daar waren dus de andere toezichthouders het niet mee eens. Die vonden te laag of te hoog? Nee, die vonden het op dit punt, dus die noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst, dat niet kon. Want stel dat dat zou gebeuren, dus dat je zegt Facebook mag wel verwerken op deze grondslag. Dat zou heel veel gevolgen hebben, want dan zouden alle marktpartijen naar die verwerkingsgrondslag toegaan. En zou je dus helemaal geen toestemming meer kunnen vragen. En toestemming wordt wel gezien als dat je dus kan beschikken, zelf beslissen over wat je doet met je persoonsgegevens. Dus meer daarover kan. Dus eigenlijk betere bescherming voor de consument. Ook weer afhankelijk van hoe toestemming is ingericht natuurlijk. Maar en die boete die is dus nu opgehoogd door dus de input van die andere autoriteiten persoonsgegevens. Dus eigenlijk is dan weer de Ierse autoriteit weer op het matje geroepen. Van, gecorrigeerd. Ja. Ja. En dat is dus op dit punt. Wat ook nog een belangrijk punt in deze uitspraak is, of een juridisch technisch punt, is de omkering van de bewijslast die is aangenomen. Dus eigenlijk zeggen ze, en dat vind ik een opvallend punt. Zijn we het niet eens? Dus misschien. Ga door. In de evaluatie van de UAVG kwam dus naar voren dat de AVG geen omkering van de bewijslast heeft. Dus dat betekent wie moet bewijzen dat de verwerking rechtmatig is. Dat je hebt voldaan aan, laten we de twee belangrijkste noemen, die transparantieverplichting en die
grondslag, wie moet dat nou eigenlijk bewijzen? En in deze zaak wordt dus aangegeven dat Facebook dat zou moeten bewijzen. Nou, dat gaat best wel ver, want dan zeg je dus dat alle bedrijven dat maar moeten doen. En dat is dus niet in lijn met wat we met de wetsgeschiedenis en de doelstelling. Nou, de doelstelling, daar kan je over twisten. Oh, ja, dat goed, ja, ik ben benieuwd dan. Ja. Ja. Ja, het is helemaal... Ik procedeer niet hierover, dus dat is dus helemaal formeel procesrechtelijk. Zou het misschien kloppen, maar de... Van alle principes in de AVG is ook een hele belangrijke. De laatste is accountability, verantwoordingsplicht in het Nederlands. En dat is dat je ten alle tijde kan aantonen, hè, je moet aan de wet voldoen en je moet het ten alle tijde kunnen aantonen. Punt. Letterlijk weer zo'n zin. Dat betekent dat jij als partij moet dat, het is een proactieve, het is niet op het moment dat er een claim komt dat je dan moet reageren. Het is proactief, en zeker bij de transparantiebeginsel, je moet proactief laten zien dat je aan de AVG voldoet. En dat kan ten alle tijde opgevraagd worden door een betrokkenen met een inzagerecht, door een autoriteit die een onderzoek kan doen. Dus ja, dus bewijslast technisch nogmaals, dat is dus dat, maar ik vind in de geest van de AVG zou ik het heel erg gevonden hebben als het bewijslast bij de klagende partij ligt. Al is het maar omdat door het enkel dat je het niet voldoet aan de AVG, kun je van alles geheim houden. Als je dan ook nog eens een keer de ander moet laten bewijzen dat jij niet, dat werkt helemaal niet. Dus dat is dat. Dus ik weet niet of het een soort drogredenering is of zo, dat de rechtbank dacht van ja, dit is zo'n ongewenste situatie, dus ik ga maar gewoon zeggen dat het bewijslast als omkering is. Ja. Nou, ik denk het resultaat is, was het enige mogelijke resultaat. En dat hangt samen met, je moet gewoon ten alle tijde je zaak op orde hebben en er gewoon over kunnen laten zien. Ja, ik denk dat het dus wel verstrekkende gevolgen kan hebben. Het is niet het uitgangspunt geweest. We hebben in het procesrecht wie stelt moet bewijzen. Hè? Dat is de hoofdregel. Dus de betrokkenen stelt hier, er is inbreuk gemaakt. Dan moet die daar dus voldoende voor aantonen. En er zitten in het procesrecht al allerlei mechanismen dat die om kan keren. Maar om te zeggen, algemeen is er een omkering van de bewijslast, vind ik wel heel ver gaan. In ieder geval verrassend in deze uitspraak. Ja, dat is eigenlijk een van de... Nu zegt Facebook, niet specifiek alleen bij deze zaak, maar meer in algemene zin. Worden steeds meer gecornerd eigenlijk. Van ja, dat prima. Hè, maar dan is het hele businessmodel van Facebook, social media, dat houdt op. Dat bestaat. Ja, is dat klaar? Dat wat je daar mist, wat je ook nodig hebt onder AVG, hè, om je uitvoering overeenkomsten aan te tonen of gerechtvaardigd belang dat je hebt, is dat je zegt subsidiariteit en proportionaliteit. Hè, dus heb ik andere methoden om hetzelfde te bereiken zonder dat ik inbreuk maak op jouw persoonsgegevens? Hè, kan ik misschien adverteren, niet door dat enorme intieme profiel wat ik van jou maak, maar gewoon het feit dat ik aan ieder videootje van iemand die surft, hang ik een advertentie daaronder met leuke strandhuisjes in Noordwijk. Of zo. En net als zo werkt het ook in de offline wereld. In de Margriet of de Linda staan hele andere advertenties dan in de Autoweek. Werkt dat dan niet? Hè? Is dat dan niet ook een businessmodel? Zeg maar? Dus ik denk dat zou ik wel benieuwd naar zijn. Zeg maar. Is gewoon een maatschappelijke vraag, maar dat is ook in de, zo werkt de privacywetgeving ook. Dat moet je dus kunnen aantonen, het is weer niet bij, zoals het eigenlijk ook. Hè? Dus wat je eigenlijk zegt is van, nou, ik zie wel een shift naar contextuele adverteren. Bijvoorbeeld. Hè? Dus dat je net zoals in een magazine zou adverteren. Ja, ik denk dat het hele businessmodel van dit soort bedrijven is natuurlijk gebouwd op tracking. En ik denk dat er wel getracked blijft worden. Ook misschien met andere technieken die... Ja, hier blijken, maar het net niet zijn. We kennen al fingerprinting, allemaal andere technieken. En ik denk dat Facebook ook wel weer, want we hebben het nu heel erg over Facebook, maar wat betekent het voor kleine ondernemingen? Ja. Hè? Want daar, Facebook die verzint wel weer, die zijn zo machtig, die verzinnen wel weer een manier om bijvoorbeeld online marktplaatsen te maken.
ja, om toch die afhankelijkheid weer te creëren en persoonsgegevens te verzamelen, dan wel met toestemming. Want ze zullen nog steeds gegevens blijven verzamelen. Ze mogen het alleen niet meer doen bij iedereen zonder toestemming. Ja. Ja. Misschien nog wel goed om dan de DSA te noemen. Dat is wel een goede. Ja, ja. Dat we dus, hè, want we hadden het van tevoren even over. Het net sluit zich, het lijkt het toch een beetje te zijn. Met bijvoorbeeld die boetes, rechtszaken, waaronder massaclaims. Ook vanuit de EU komt daar andere wetgeving, aanvullende wetgeving op. Dat is EU Digital Strategy, daar hoeven we niet helemaal op in te gaan. Daar onderdeel daarvan is de Digital Services Act. En die bevestigt eigenlijk, in ieder geval wat voor de privacy, wat we nu al bespreken, bevestigt een aantal dingen. Bijvoorbeeld, je mag niet profilen met gevoelige gegevens. Precies wat er over gaat. Je mag kinderen niet profilen. Leek me ook al logisch onder de AVG. Maar goed, dat wordt nu even bevestigd. En heel belangrijk, daar zit een... Nou, heel veel. Het is trapsgewijs, dus hoe meer je doet online, met hoe meer gegevens, hoe meer mensen, unieke gebruikers, en hoe groter je invloed, hoe hoger de verplichting, hoe meer verplichtingen. En waar het eindigt met VLOPs en VLOCI's, oftewel Very Large Online Platforms en Very Large Online Search Engines. En die krijgen gewoon, die moeten nog transparanter worden. Je kan het wel vinden op Facebook overigens, bijvoorbeeld over... Waarom kreeg ik, dat is een tool waarin je kan zien, waarom kreeg ik deze advertentie te zien op basis van welke parameters, wie heeft ervoor betaald. Hopelijk, lijkt mij, legt dat een bom, want dan moet je met de billen bloot. Ja. Dat heeft ook wel invloed op, die verplichting uit de DSA heeft ook wel invloed op partijen die op Facebook willen adverteren. Want die moeten ineens gaan zeggen... Jij ziet deze advertentie omdat jij Nike-schoenen aan hebt en omdat jij een bril draagt, zeg maar wat. Ja. Want dan weten wij dat je ook wel dit. Dat is natuurlijk heel vreemd. Zo zie je ook dat transparantiebeginsel werkt ook goed. Als je tegen je cliënten zegt, je moet opschrijven wat je doet, schrijf ze het op. Klinkt een beetje creepy. Aha, dan mag het waarschijnlijk ook niet. Zeg maar, dat gaat waarschijnlijk, hoop ik, nu ook gebeuren. Je moet het helemaal... Dus wil jij nog die partij zijn? Ze doen het nu allemaal nog. Iedereen doet het. Maar ja, maar het is ook als adverteerder nog geïnteresseerd ben om het zo te gaan doen. Dus dan als Facebook zijn, die zich al handelen. Ja, maar dit is... En daar is dan weer de keerzijde dat je nu zegt... bedrijven hebben best wel eenvoudig de manier om veel mensen te bereiken. Met een bepaald budget. Want het is niet zo duur om te adverteren. Hoe moeten ze dat... nu op een andere manier gaan doen. Schiet het niet te ver door. Daar gaan ook stemmen op. En hoe succesvol is context-based advertising? Dat weet ik niet. Daar zijn wel onderzoeken naar. Natuurlijk nog het hele cookie-drama. Wat is nou, heb je die cookie nou echt nodig? En haal je niet bijna evenveel kliks door gewoon... Vanuit het consument geredeneerd. Er zijn natuurlijk ook mensen die denken... ik ben geïnteresseerd in een bepaalde lens voor een fotocamera. Daar hebben we alles op gezocht en die vinden het buitengewoon fijn dat ze op de hoogte worden gehouden van hé, ik had bijna die lens gekocht die van vorig jaar was, maar ik krijg goede advertenties de hele tijd te zien dat er een nieuwe lens is. Ja. Die worden wellicht licht geërgerd als gevolg van privacy terreur, zoals ze dat zeggen. Ja, precies. Dat niet meer gewoon heel handig is in plaats van dat je dan... Ja. Een krant moet kopen met de hoop dat daar misschien een advertentie staat van een nieuwe lens. Nou, hetzelfde geldt gewoon zodra ik dan Facebook open, zo, hey, er is een nieuwe lens. Yes. Ja, precies. Maar dat is dus ook met die hele cookie banners. Je vraagt dus Facebook zal meer toestemming moeten vragen. Maar is die toestemming dan nog wel echt toestemming als iedereen hem toch maar verleent omdat je gewoon door wil? Ja. Is het dan nog bewust beschikken over jouw persoonsgegevens en aangeven wanneer je het wel of niet wil gebruiken? Dat kan je natuurlijk ook. Ik bedoel, je hebt twee soorten karakters, als jij ook in mijn vrienden ken. Je bent zoiets van doodergeren en schrikken van, oh, ik heb één keer op Nike gezongen en nou krijg ik drie. Ja. Wat erg, ze weten. En anderen zeggen, ik vind dat heel erg makkelijk dat kan. Ja. Dus je hebt twee soorten consumenten. Dus wie wordt er nou beschermd? Ik denk, iedereen, het is nooit helemaal zwart of wit. Het is natuurlijk, er zit een gebrek aan informatie bij ons allemaal. Zelfs bij ons, terwijl we toch
Hè, sowieso, we zullen nu dingen zeggen die niet helemaal kloppen, al was maar omdat Facebook het weer anders doet. Of, dat, hè, ja, ja, ja. Hè, of omdat we het ook niet helemaal begrijpen, omdat het gewoon niet is door te komen. We hebben al een DPI op Facebook gedaan. Het is gewoon niet door te komen voor onze advocaten soms. Dus dat kun je nagaan. Dus, maar ja. Niet, inderdaad, er gaan altijd mensen zijn die zeggen van, nou oké, ik vind het echt irritant. En ik wil gewoon precies dat ene vakantiehuisje in Ibiza in mijn feed, nu. Dus dat, maar goed, dan is de balans tussen die belangen en andere belangen. Maar zo'n en... politieke afweging. Ja, die ook wel. Die staat al in de AVG. Ja. De regels ja. Die zijn daar. Ja, en die DSA scherpt het alleen maar aan eigenlijk. Dus dat is de... Voor consumentenbescherming is dat. En, ja. Maar we hadden het net even over cookies. Ja. De uitspraak zegt daar ook wat over, wat wel relevant is. Ook weer een juridisch technisch punt. Waar de... Er is wel wat discussie over wie nou eigenlijk die toestemming moet vragen om cookies te plaatsen. Nou, het plaatsen van cookies is weer een andere toestemming dan de AVG-toestemming. Ja. Die geldt ook, maar je hebt ook de toestemming op grond van e-privacy-wetgeving, telecommunicatiewet. En daar is dan de vraag wie eigenlijk die toestemming moet vragen. En nu heeft de rechter in deze zaak gezegd dat dus zowel de publisher, dus de website zelf, ja. Die moet die toestemming vragen, maar ook Facebook. Dus en zowel de doorverkoper dat Facebook als de ja. Uiteindelijke gebruiker dan van die. Ja, dus de website, ja. Zeg maar, waar die cookies uiteindelijk ja, ja, op staan. Ja. Maar Facebook moet dat doen. Nou, dit was eigenlijk niet verrassend, maar wat ze zeiden is dat Facebook die verplichting mag doorleggen aan de website gebruiker. Dus dat betekent heel wat voor het ecosysteem met wie vraagt waar toestemming uit. Misschien weer. Ga maar door, ja. Want misschien ga je het zelf al zeggen. Nee, en in deze zaak is dan dus beslist dat je dat door mocht leggen, maar heeft de stichting hier niet voldoende aangetoond dat Facebook dat niet heeft gedaan. Dus de rechtbank heeft gezegd, Facebook is niet onrechtmatig. Juristen is allemaal niet hè, twee ja, keer ja, ontkennen. Ja. Maar eigenlijk hadden ze dat best wel kunnen aantonen, denk ik. Door gewoon aan te geven, te kijken naar die cookie banner van die partijen. Waar dan helemaal niet uit blijkt dat die toestemming is, dat het is doorgelegd, ja. Die verplichting. En daar gaat de rechtbank denk ik wel wat snel, wat kort door de bocht. Dus dat vond ik een interessant punt. Ja. Wat wilde jij aanvullen? Want als je dan de uitspraak leest, denk je inderdaad, misschien ook wel fair, want anders is het misschien ook niet te doen met al die websites. Maar dan zegt de rechtbank daarna, overigens, alle persoonsgegevens die binnenkomen via al die cookies, daar geldt gewoon weer over wat ik net heb gezegd. Ja. Je hebt niet goed geïnformeerd, ja, je had geen grondslag. Dus het is ook een soort van... Ja, het is echt inderdaad juridisch interessant. Ja. En misschien een gemiste kans voor de stichting om daar ook een meer heldere uitspraak over te krijgen. Hoe leg je dan die verplichting om toestemming te vragen door bij je website die jouw cookie plaatst? Ja. Maakt het nou echt wat uit? Nee, want die verwerking die daar naar binnen komt, daar moet Facebook zelf weer toestemming voor krijgen. Ja. Wat is het grotere gevolg? Jij noemde net al even andere bedrijven die hier als gevolg hiervan ook de gevolgen zullen merken. Hoe, ja. Hoe, wat? Ja, ik denk dus verschillende gevolgen. We hebben dus net heel erg over de juridische inhoud gehad. Daar zitten dus die punten in die opvallen. Dat gaat gevolgen hebben voor hoe bedrijven hun compliance inrichten. Met betrekking tot... Ja, maar dus ook wat mogen we voortaan wel doen en wat mogen we niet meer doen. Ja. Hoe richten we ons businessmodel daarin? Het zijn kleine nuances als we het nu... Denk je misschien, maar het is, ja, hele businessmodellen moeten hierdoor anders ingericht worden. Dus dat is een punt. En het andere is eigenlijk het massaclaim verhaal. Dus dit is een collectieve actie, zoals we al zeiden, onder het oude recht. Dus dat betekent, onder het oude recht kon je nog niet... onder dit recht, waar de procedure op is gestart, kon je nog niet... een vordering indienen en de schade vorderen. He, de schade. Per gedupeerde $200 op precies. Ja. Dus wat ze hier hebben gedaan, de onrechtmatigheid is vastgesteld, maar vervolgens moet er in individuele procedures beoordeeld worden wat dan de schade was van Pietje Puk. Dus per persoon. Ja. En dus het gevolg hiervan is dat ze, ja, ze,
de stichting zal nu proberen in gesprek te gaan met Facebook om een schikking om te schikken. Ja. Facebook heeft al aangegeven dat ze in hoger beroep gaan, maar dat is even deze zaak. Je vroeg naar het grotere plaatje. Want we hebben sinds 2020 de WAMCA, wet afwikkeling, massaschadeclaims. Ja, precies. Wat klopt. Ja. En wat je daar dus in kan, die werd dus noodzakelijk geacht. Want in zo'n procedure kan je dus wel schade vorderen. Nou, er is een hele discussie over wat is schade. Dat komt ook nog in deze uitspraak naar voren. Dus het feit dat jouw persoonsgegevens zijn gebruikt voor advertentiedoeleinden. Ja, hoe erg is dat? Je zei al, er zijn twee groepen. Nou, is er wel echt schade? Nou, daar is een hele discussie over. Want is verlies van controle over je persoonsgegevens, is dat nou voldoende om te zeggen er is schade? Ja of nee? Dus daar gaat het ook over. Maar in het privacyrecht zie je dat dus in individuele procedures, zo rond de €500 wordt uitgekeerd als er sprake is van onrechtmatige verwerkingen. Iets meer als het over bijzondere persoonsgegevens gaat. Maar goed, als je al die schades bij elkaar pakt, heb je een groot bedrag. En dan kan je dus, loont het om zo'n procedure te starten. Ja. En we zien dus nu in Nederland dat er, ik zag dat er 2 dagen geleden een procedure is gestart door ook een stichting, ICAN, die een collectieve actie is gestart tegen de overheid, GGD, voor gegevensbewerkingen in het kader van de per persoon. Oh, je hebt het ook. Op het moment van opname speelt dat, deze zaak. De GGD wil verwerken. Ah ja, en er zijn een paar tegen TikTok. En, klopt. Ja, en nou, onze advocatenkantoor, wij zijn daar ook zelf betrokken bij in het bestuur van deze procedures van andere stichtingen. En nou, het is een heel klein wereldje natuurlijk. Maar op dit moment lopen er dus procedures tegen TikTok, tegen de GGD. Oracle Salesforce, dat is de Privacy Collective. Maar deze zaak geeft dan wel weer, ja, al die zaken, kijken naar deze zaak. Wat is hier gebeurd? En nou, dit is een succesvolle procedure geweest voor de stichting. Die heeft hier kunnen aantonen dat een techgigant als Facebook onrechtmatig bezig was na al die jaren. Het is de autoriteit persoonsgegevens niet gelukt. En in zo'n procedure kan het wel. Nou, een beetje het einde. Ik ben nog wel nieuwsgierig om even, ik zal het zeggen, advocaat van de duivel, niet ik, maar als ik naar de andere kant zou kijken, zeg je vertegenwoordigt Facebook. Wat zijn dan nog gewoon, zonder dat je daar mening omheen hebt, maar wat zijn de feiten, juridische of mogelijkheden om het toch weer te laten kantelen? Waar moet Facebook nog de winst proberen te halen in zo'n hoge beroep? Zal ik iets zeggen? Oh, misschien wat we niet besproken hebben, wat belangrijk is, is dat het natuurlijk allemaal Europees is. Ja. Dus dat nog de rest van de wereld is voor Facebook. Nog een prima markt. Het is ook niet helemaal waar. Er lopen zaken in Amerika. De VN die zegt Facebook is liable. En ik geloof dat ze dat ook bevestigd hebben voor de Rohingya die in Myanmar de genocide is gepleegd. Dat is ook allemaal via Facebook gegaan en zo. Dus niet dat ze daar helemaal vrij zijn. Maar goed, dit is natuurlijk wel even heel, dit hele specifieke, daar lopen we echt op voor. Ik moet zeggen, ik zou het even niet precies weten. Je kunt formeel juridisch. Ik zou denk ik, misschien om aan te vullen, denk ik dat die omkering van de bewijslast, dus dat Facebook zou moeten bewijzen dat ze niet, dat kunnen ze denk ik in hoger beroep wel kantelen. Ik denk dat ze vol ingaan ook op die grondslag. Dus dat het wel zal ik daar nog iets over zeggen trouwens, vanochtend in de pers dus, wat ik net zei. Dat ze Wall Street Journal vanochtend is dat, er staat letterlijk people close to the source of zoiets hebben gehoord. Dat ze in de EU gaan ze voor opt-out. En opt-out is geen opt-in, dus is geen toestemming. Opt-out is ook geen overeenkomst, maar opt-out is dat je zegt, we hebben een gerechtvaardigd belang om jouw gegevens te verwerken. Mocht je dat nou toch niet willen, dan kan je dat hier aangeven. En dat gerechtvaardigd belang wordt ook door de rechtbank besproken in deze uitspraak. En dat wordt ook
neergesabeld. Het komt voor een deel omdat ze niet het helemaal hard maken. Dus daar zou je misschien ook nog kunnen zeggen. Ja, ze kunnen nog veel meer. Oh, sorry. Ja, ze kunnen nog veel meer. Je kan nog. Waar laat je jezelf nog laten zien? Ja, nee, ik kan niet context-based advertisen. Ik moet zo advertisen. Anders kan ik de dienst niet leveren. Het zit natuurlijk met het probleem dat ze ongelooflijk veel winst draaien. Dus ken ik. Is het niet alleen nodig voor de dienst, zeg maar. Maar goed, dus ik denk dat je nog met die proportionaliteit en subsidiariteit die vereist is, dat je daar in ieder geval dat je dat nog zou op het begrip, ja, ga mensen interviewen op straat, snap jij dit wel? Ja, ik snap het wel. Oké. Okay. Dus ik denk, je kan nog wel. Dat denk ik ook. Sorry. Hebben we nog iets gemist waar jullie nu van zeggen, nu heb je de kans van, dat zou ik nog wel even willen toevoegen of benadrukken? Ja, ik denk wat veel mensen niet weten is dat dus nu, er werd al gezegd dat dus het verwerken van persoonsgegevens, dat zit weer in het privacyrecht. We hadden het net over, toen je ons vroeg van wie zijn jullie eigenlijk, wat voor recht doen jullie? Ja, privacyrecht. Maar het is ook een oneerlijke handelspraktijk richting consumenten, om dus niet goed te informeren. En dat wisten we al dat kon, maar nu is dat dus ook door de rechter bevestigd. En een oneerlijke handelspraktijk is eigenlijk, de rechtsregel is dan dat je een overeenkomst bent aangegaan die, als je alles had geweten, niet was aangegaan. En daar is hiervan sprake. Maar wat het betekent, is dat dus deze consumenten, nu deze zaak ter uitsprake ligt, naar de reclamecodecommissie zouden kunnen gaan en kunnen zeggen, ik dien een klacht in tegen Facebook, oneerlijke handelspraktijk. Ja. Daar moet Facebook op reageren. Zou daar moeten verschijnen. Nou, voor Facebook zal dat niet zoveel nut meer hebben, want uiteindelijk zullen bedrijven dan reputatieschade lijden. Maar het betekent dus dat consumenten ook kunnen optreden tegen andere bedrijven, of het kunnen inzetten tegen concurrenten. Dat je zegt, nou, die gaan dus even pesten. Door heel veel klachten in te dienen bij de reclamecodecommissie, omdat het een onrechtmatige handelspraktijk is. Dus in die zin, oneerlijke handelspraktijk. In die zin werkt dit dan bevorderlijk voor concurrenten van Facebook. Want die kunnen zeggen, kijk, wij bieden ook een social media platform aan. Wij doen dat wel transparant. Dit is een oneerlijke handelspraktijk, beste Facebook. Hè, beste rechtbank tegen ons, want zij zijn niet transparant. En dat doe je via de band van de oneerlijke handelspraktijk en niet via de band van de AVG. Facebook probeert nog te zeggen, ja, maar als ik al de specialis van AVG, als ik die al overtreed, dan hoef ik niet ook nog naar oneerlijke handelspraktijk te kijken. Maar dat is niet zo. Die kunnen gewoon samen gaan. Ja, en denk ik wat nog belangrijk is om toe te voegen, dat dus er op dit moment een hele discussie gaande is van, is het nou goed dat massaschade claims voor privacyrecht of niet? En daar kan je dus ook twee kanten op, want bij de invoering van de AVG heeft dus de Europese wetgever al gezegd dat het gewaarschuwd voor een commerciële claimcultuur, zoals we die kennen in Amerika. Terwijl, aan de andere kant hebben we dus de betrokkenen, die dus al die jaren al geconfronteerd wordt met techgiganten met ontzettend veel macht, die gewoon gegevens verwerken. Ja. Het verwijt daarbij is ook, absoluut, want het feit, bijvoorbeeld die DSA die ik net noemde, die bevestigt met name dingen. Maar toch is er nog zo'n nieuw pakket aan wetgeving nodig. Waarom? Het was niet duidelijk, maar ook de enforcement. Gewoon de autoriteiten die boetes opletten, die gewoon doen. Die gewoon boetes opletten, die onderzoeken doen, die cease and desist. Dat werkt dus niet. Dat is niet voldoende. Zelfs dus inderdaad de soap in Ierland, waar dus kennelijk Ierland, de Ierse toezichthouder, een hele close relatie heeft met Facebook en zo. Dat werkt natuurlijk allemaal zo niet. Dus dan kan je niet anders dan dat je als individu gaat claimen. Je kan in je eentje heel weinig. Dus je hebt die massaschade. Dat wordt altijd gezegd. Hè? Ja. Dus dat je zegt van, waarom ben je wel voor die claim, voor massaschade claims? In je eentje is het, het kost heel veel om te procederen. En de individuele belangen zijn klein, bij elkaar opgeteld groot. Ja. En de autoriteit persoonsgegevens is onderbemand. Dus die kan niet alles aanpakken. En we hebben dus nu die claimcode en die WAMCA. En die voorziet in allerlei waarborgen dat er wel, dat zeg maar stichtingen die optreden voor zo'n groep, dat die kan aantonen dat ze representatief zijn.
Dus we hebben een zaak gehad van de Privacy Collective waar ze bijvoorbeeld likes hebben verzameld. Nou, dat was onvoldoende in die procedure. Daar wordt ook, is ook weer hoger beroep ingesteld. Maar dus, dat, dus er zitten wel waarborgen in. En een ander argument is nog dat ze zeggen, het is juist goed, want ja, die procedures kosten heel veel geld. Je ziet zo'n dik pak, hoeveel pagina's is de uitspraak? 60 pagina's volgens mij. Nou, die dagvaardingen zijn 200 pagina's. Het kost ontzettend veel om te procederen. En er gaat ook wel een filterwerking van uit van welke zaken de investeerders kiezen. Dus niet alles zal zomaar aanhangig gemaakt. Wat de, als je praat over de toekomstige wet en regelgeving, nu concluderen jullie het net sluit zich. Dat suggereert dat er nog steeds wat gaten zitten. Is er nog iets nodig waarvan jullie zeggen, ook juridisch, van, nou, dat is wel een volgende stap waar of een rechtszaak over moet worden, of waar een nog duidelijker wet en regelgeving op moet worden? Ja, het komt eraan. Dus we staan echt, dat is eigenlijk wat Annemarie net zegt, hè, dus dat we echt aan de vooravond staan van nog meer regels om misschien de wet loopt eigenlijk achter de feiten aan, want wetgeving duurt lang. Hetzelfde met de AI Act, die is ook, dus de Europese Unie die heeft nu, de commissie heeft een hele pakket van regels voor data, dus AI, DSA, nou die net allemaal genoemd zijn en ook e-privacy, maar het duurt zo lang voordat ze daadwerkelijk geïmplementeerd worden. En het doel bijvoorbeeld van die AI Act is om, was om, voorloper te zijn. Zodat er al regels liggen waar dan die techgiganten zich naar gaan. Dus dat Europa echt voorloper zou zijn. Maar ja, dat, die kans missen ze omdat ze steeds achter de feiten aanlopen. Dus ik heb nog goede hoop, denk ik. Ten eerste omdat als je hier een wet, nieuwe wet hebt, en dan duurt het, de AI Act duurt waarschijnlijk 3 jaar voordat dat je eraan moet houden. In Amerika duurt het vaak 10 jaar. Dus dat, en het enige is, volgens mij heel veel dingen die er nu gebeuren, die mogen al niet. Hè? Dus ook met AI bijvoorbeeld, als je nu al iets doet waarvan je niet helemaal zeker weet of het goed is, niet helemaal zeker weet of je wel of geen AVG overtreedt, ja, dan mag dat niet op basis van de AVG. Of dan kun je een claim, nou, massaclaim krijgen omdat je onrechtmatig handelt. Dus ik zou niet wachten, zeg maar daarom. Ik zou niet wachten, maar goed, Facebook wacht wel. Dus misschien is het naïef om te zeggen, het net sluit zich. Want dus vanochtend het bericht in de Wall Street Journal. Nee, we gaan met opt-out werken. Ik denk, we gaan naar opt-in. Dus er zijn allemaal stromen. Er gaat ook zoveel geld in om natuurlijk. Dus er zijn allemaal stromen nog die stromen waar wij misschien ook geen weet van hebben. Maar volgens mij niet van de EU gaat het met wetgeving de goede kant op. Wetgeving alleen is niet genoeg. Je hebt autoriteiten nodig die wat doen. Daar mankeert het soms aan. We hebben rechtspraak nodig. Nou, hier. Mooie, misschien een mooie afsluiter ook. Met ja, daar ben ik met je eens. Ja. Dat de AVG een mooi kader biedt. Hè, maar er zijn nog steeds veel verschillen tussen landen. Dus of het echt. En er gaan ook wel stemmen op dat je meer sectorspecifieke wetten zou moeten hebben. Maar ja, het komt eraan, het pakket. Goed, we gaan het hierbij. Ja. Dus Annemarie en Elie, dank jullie wel. Dank je wel. Dank dat wij hier te gast mochten zijn bij de Roos Advocaat in Amsterdam. Namens de Academie voor de Rechtspraktijk bedank ik u natuurlijk voor het kijken. LegalFlix, daar kunt u nog veel meer van dit soort webinars zien. Ik mag u ook wijzen op een volgende LegalFlix uitzending. Dat gaat over etnisch profileren bij controles door de Marechaussee. U kunt zich inschrijven voor dat webinar met de link die op de volgende pagina te zien is. Mijn naam is Wouter Kerbershoek. Bedankt voor het kijken.